Mijn naam is Glenn Priester. Momenteel heb ik de tentoonstelling in Waterland Kerkje, in het kerkje van Waterland Kerkje. Er komen na mij nog 6 tentoonstellingen. Dus het is zeer zeker de moeite waard om dit kerkje te bezoeken. In Waterland Kerkje heb ik momenteel werkt Sint Metaalwerk van mij. Het werk wat op papier is en alles wat ertussenin gebeurt. En schilderijen uiteraard. Het thema is toch altijd waar ik mee bezig ben, is water en luchten. Het is niet wat je verwacht van een landschap zo, een traditionele landschap. Het is nog wel een landschap. Alleen ik heb het vertaald in die materialen en natuurlijk ook in de kleuren. Ik ben Wouter Thomassen en ik ben 10 jaar. En wat vind jij van de tentoonstelling? Ik vind het een hele mooie tentoonstelling. Ik vind de kleuren ook heel mooi. En hoe het van een soort stof naar harde dingen kunnen gaan. Dat vind ik gewoon prachtig om te zien. En ja, ik vind het ook gewoon mooi om naar te kijken. Heb je zelf iets met kunst? Ja, een beetje. Mijn oma is schilder. Ze doet aquarellen. Ze heet Sarah Naaien. En ze exposeert ook heel vaak in retragement. En ga je wel eens meer naar kunst kijken? Ja, hier zo in de kerk altijd. En bij mijn oma altijd. Oké, nog veel plezier. Oké. Boven die horizon, bijvoorbeeld bij die rechter, luchten ziet, daaronder aarde bijvoorbeeld, inderdaad, of strand of water. Zelf heb ik nog een tentoonstelling van 25 augustus tot 15 september in Sint-Baafs in Aardenburg. Dat wordt een internationale tentoonstelling. Dan komen Zeeuwse en Zeeuws-Vlaamse kunstenaars samen met 4 Duitse kunstenaars en 3 Vlaamse kunstenaars. Dus dat is een vrij internationaal gezelschap en iedereen behandelt zo'n beetje zijn eigen thema's. En, ik zou zeggen, je bent van alle welkom. Thank you.